allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en vandaag is de dag dat ik het onderzoek ga krijgen. Om 12 uur of om 1 uur krijg ik het darmonderzoek. Wat dus betekent dat ze met een soort camera-achtig iets naar binnen gaan. En dan gaan ze kijken of ze iets kunnen vinden. Het is nu, ik weet niet eens hoe laat het is, 9:30. Anderhalf uur geleden had ik al moeten beginnen met de drank. Maar die heb ik dus niet opgekregen. Ik ga nu beginnen met een nieuwe drank. Ik ga die vermengen met appelsap, want het water is echt niet te doen. Ik hoop dat ik het opkrijg. Dus ja, het is vandaag proberen of ik de andere 2 liter nog wel op ga krijgen. Dan heb ik gelukkig maar een halve liter gemist. Nou ja, het is dan maar zo, maar ik kreeg gisteravond niks meer weg. Ik was alleen maar misselijk van dat spul. Goed nieuws, de 2 liter is op. Ik ben nog nooit zo misselijk geworden. Ik heb gewoon binnen 3/4 een liter gedronken. Zo vies. Maar als jullie weten wat dit kamertje is, ga ik daar even tijd door brengen. Tot zo. I'm back. En weg kilo eruit. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het gewoon niet goed is voor je lichaam, echt. Ongelooflijk. Maar goed. Ik ga nog even mijn gemak houden. Ik heb nog een uurtje, dan moet ik weg. Dus ja. Hopen dat het goed gaat. Goed, ik kan wel zeggen dat ik heel misselijk ben door de nervositeit. Ik ga even tanden poetsen. Ik ga een doekje over mijn gezicht halen, dus kunnen we gaan. Ik ben echt, maar ook echt bloednerveus. Ik heb er echt geen zin in. Het feit dat er al een infuus wordt aangebracht, daar word ik al peneveus van, dat het bij mij gewoon bijna niet gaat. En dan ook nog het feit dat ik misschien wel, misschien niet ga slapen op dat roesje. Ik trek het echt niet. Ik ben zo ontzettend nerveus. Echt niet te doen. Tanden poetsen. Nu kunnen we zo lekker gaan. Ja, lekker. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik met heel veel moeite toch die max 5 liter, 5,5 liter op heb. Op een halve liter nou, heb ik alles op. Maar ja. Tanden poetsen. En dan gaan we weg. En dan zie ik jullie denk ik na het onderzoek. Oké. Tot straks jongens. Ik hoop dat het goed gaat. Goed, ik ben weer thuis. Het is op zich goed gegaan. Uitslag was op zich oké. Er is geen niks geks gevonden. Ze denken alleen aan een prikkel bij darmsyndroom, omdat mijn darm continu vernauwde terwijl ze wilden kijken. Waardoor het dus iets moeilijker ging. Ik heb bijna ook geen pijn gevoeld. Ik heb wel 1 keer gevraagd om een extra slaapmiddel, omdat ik echt wakker bleef en het begon op een gegeven moment echt heel erg zeer te doen. Maar daarnaast is het op zich allemaal hartstikke goed gegaan. Ik heb daarna wat gegeten toen ik uitgeslapen was. Toen mocht ik naar huis en nu ben ik thuis. Ik heb net een boterham gegeten. De schuur is vandaag ook binnengekomen. Dus ja, het is best goed gegaan eigenlijk. Maar goed, ondanks dit niet de vlog van de schuur is natuurlijk, want die gaat nog overkomen over een week. Wil ik jullie toch een klein deel laten zien. De helft van de oude schuur staat er nog en de helft van de nieuwe schuur. Even uitkijken waar ik loop. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Dus
ook echt geen bende hier. De oude schoen. En de nieuwe schuur. Hij is alleen nog lekker luchtig. Dak moet er nog op. En alles zit er. Ja. Het zit er op zich allemaal in. Dit moet nog wel even allemaal aangepast worden en zo. En daar moet nog wat tussen. En hier komt natuurlijk nog een plaat staan. En ja. Hier komt nog een plaat staan. Het is echt heel erg tof geworden. Het is echt heel erg gaaf geworden. Heel erg nice. Het is nu nog lekker luchtig, maar straks zit natuurlijk het dak erop. Dus dan hebben we dit natuurlijk niet meer. Maar dit was trouwens de kleur van de oude schuur. En dit is de kleur van de nieuwe schuur. Kijk het verschil. Het wordt echt super, super mooi. Het is ook gewoon lekker licht. Het is echt heerlijk licht. Echt helemaal toppie. Nou, kleine sneak peek.